Tadaa. En dan ziet je eerste hand er dus zo uit. Charming. Goedemorgen. Ik ga vandaag lekker mijn nagels doen bij Jessica. Die maakt mijn nagels altijd mooi. En ze helpt nu iets speciaals voor mij in gedachten. Dus ik ben heel benieuwd. En ik ga er gewoon lekker meteen naartoe. Nou, daar zijn we. Hey, hallo. Hallo. Hij moet nog een keer. Hij gaat niet open. Oké, kom eraan. Oh, mijn hoofd. Goedemorgen, jongens. Ik ben niet zo goed in de ochtend. Good morning! Hi Jenny. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, ook hoor. Mooi. Kom erin. Thank you. Ik zit hier nu bij Jessica Scholten en zij doet altijd mijn nagels. En zij heeft vandaag iets heel speciaals voor mij in gedachten. Zeker. Vertel. We gaan eigenlijk een nail art maken op de nagels van Lisa. En we gaan het doen met watermarble. En ja, daar gaan we een heel kunstwerk van maken. Superleuk. En je gaat ook uitleggen hoe je dat een beetje gaat doen, hè? Ja, precies. Ja, we hebben net al het kleurtje uitgekozen en we hebben alles al klaargelegd. Dus dan kunnen we straks even laten zien wat je precies nodig hebt. En dan gaan we zo beginnen. Nou, top. Ik ben super benieuwd. We beginnen met een base coat. Gewoon een dun laagje aan te brengen. En normaal begin je eigenlijk met het preppen van je nagels. Maar omdat Lisa al acrylnagels eronder heeft, is het niet nodig. En preppen van je nagels is eigenlijk het in foam filen en je nagelriemen terugduwen. We gaan nu eigenlijk om de nagelriemen glitter of van OPI erop op lakken. En dat is op de nagelriem, zodat straks niet je hele nagels en vingers onder zitten. Dan kan je het straks weer eraf trekken. Het is heel grappig. Maar is dit ook echt nagellak? Of is ja. Het... Dit is eigenlijk een nagellak die je, of een soort van base coat, ja. Die je onder glitternagellak doet. Wat we hebben gepakt is eigenlijk een glas water. Je moet oppassen dat je niet te groot bakje hebt, want dan is het moeilijk voor de nagellak om te verspreiden. En dat het koud water is, dus geen warm water. En dan hebben we eigenlijk verschillende kleurtjes gepakt, zoals je net al hebt gezien. En dan draai je ze allemaal vast open, omdat je best wel snel de druppeltjes erin moet doen. En je hoeft niet zuinig te zijn, dus je mag gewoon best wel wat dikkere druppels erin doen. Zo, dan pakken we een satéprikketje. En dan gaan we er eigenlijk een foam in maken. En dan begin ik in het midden. Nu vind ik dit wel heel tof. Dus Lisa, dan mag jij je vinger erin doen. En dan gewoon echt plat erop. Plat erop? Ja, en dan doorheen halen en dan haal ik de rest weg. Komt ie. Plat erop, doorheen halen. Ja, hou vast, hou vast. Gewoon de rest haal je weg met een wattenstaafje. Ja. En dan mag je hem eruit halen. En dan ziet je eerste hand er dus zo uit. Charming. Alsof ik letterlijk met mijn vingers in de verf ben gevallen. Precies. Kijk. Oh, ik vind het wel vet als ik het zo op beeld zie. Bij deze nagel is nu het randje eraf gehaald. Dus dan zie je al een klein beetje het eindresultaat en de rest kun je dus gewoon met nagellak remover eraf halen. De rest van mijn nagels zitten nog helemaal onder de nail art. Deze vinger zit er wel erg onder. Ja. Mijn nagels zijn weer helemaal mooi gemaakt door Jess, dankjewel. En als je dit nou zelf wil doen, dan kan dat ook gewoon. Je moet wel goed opletten dat het water op de goede temperatuur is, toch? Ja, niet te koud en zeker niet warm.
Nee, dus wat is het dan? Gewoon als het koud is? Gewoon de kraan open doen. Glaasje eronder en het is klaar. En als je ook nog andere nageltutorials wil zien, dan moet je even je Instagram volgen. Wat is je Instagram? Dat is gewoon Jessica Scholten en dan met een underscore. Nou, en ik zet hem ook nog eventjes hieronder in de beschrijving, dus dan kun je hem ook nog even checken. En als je ook zulke mooie nagels wil als ik, kun je natuurlijk ook gewoon even bij Jessica langs gaan. En de website van Jessica staat ook hieronder in de beschrijving. Dus, nou, dat was het alweer, hè? Zeker. Super bedankt voor mijn mooie nagels. En jullie ook super bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En als je nog niet geabonneerd hebt, druk dan even op die abonneerknop. En dan zie ik jullie weer volgende week. Doeg!